Mijn naam is Elijah Amonenijzer en ik ga jullie vandaag zangles geven. Ik ben vocalist, ik ben een toetsenist en ik geef les aan een heleboel kinderen. En vandaag gaan we het hebben over falsetto. Je vraagt je zeker af, wat is falsetto? Nou, falsetto is dus een geluid die je maakt met je stem, wat dus heel hoog is. Bijvoorbeeld, een soort piepgeluidje. En je vraagt je af, hoe doet hij dat? Hoe kan hij dat zo zingen? Ik ga een voorbeeld geven. Hij heeft toch een lage stem. Hoe kan het nou zo zijn dat hij zo hoog kan zingen? Dat ga ik jullie niet uitleggen. Nou, eerste oefening die je kan gebruiken is dit. Dat het op een gegeven moment afbrak. Oeh, oeh. Hoor je dat? Oeh. Oké. Mag je dat proberen? Door hetzelfde oeh geluid te maken en proberen volume te geven. Ja? 1, 2. Oeh. Yes. Nog een keer. Oeh. Laatste keer. Nu mag je hem alleen doen. Heel goed. Nou, wat is belangrijk is op het moment dat je stem zo overslaat, moet je ervoor zorgen dat je dat je in die modus blijft. Dus dat je dat dus gebruikt om te zingen. Dus nu ga ik dus een melodietje gebruiken, zeg maar, om dat te doen. Dus eerst gaan we hem zoeken. En nu gaan we dit eens zingen. Nog één keer. Eerst zoeken. Ga maar door. Oké. Gaan we nog een keertje doen. Nu mag ik alleen zoeken maar. Heel goed. Ja, dus wat hebben we dus afgesproken? Eerst zoeken en daarna gelijk doorzingen. Maar als je heel goed hebt opgelet, dan weet je in welke toonladder we zijn. Dan wil ik dat je jezelf afvraagt, is het een blues? Is het een blues toonladder? Is het een majeur toonladder? Of een pentatoonladder? 3 seconden. Het was een majeur toonladder. Oké. Dan gaan we nog een keertje doen. Dus adem in, weet je nog? Mag je eerst zoeken. Adem in, zoeken, laatste keer, adem in, zoeken, applausje voor jezelf. Yeah. Heel goed. Nou, dat is één manier om het te vinden. Hoe kunnen we nog meer vinden? Als je bijvoorbeeld doet. Dus je adem in, zoals we het hebben afgesproken. Adem in. En dan zo laag mogelijk de toon kiezen. En dan omhoog gaan. Althans, zo hoog mogelijk gaan. Here we go. Adem in. Nog één keer. Ja! Laatste
Heel goed, heel goed, heel goed. En nu mag jij precies hetzelfde doen. Zonder mij. Dus je mag op 3 punten letten. Ademhaling. Vinden van de juiste key. En in facetten zien. Here we go. Zingen. We hebben dus bepaalde oefeningen gedaan. Weet je nog? Dus zoek het. Ik ga je nog 2 meegeven. Veel plezier en tot de volgende keer.